Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, na een paar jaar zijn we weer terug op de Benningen Slikken of zo heet dat. Nou, dit is ook de Benningen Slikken. Wel weer jammer hè. Het is altijd wel zonde hè, dat mensen niet al het glas er allemaal uit. Ik weet niet wat ze hebben lopen gooien. Volgens mij is de auto eruit of zo, ik weet het niet precies. Maar goed, in ieder geval, wij hoeven s'avonds er niet. S'avonds ben ik al lang weer terug. Dus ik hoop dat mijn auto veilig staat. Maar in ieder geval, wou ik je even nog even de Benningen Slikken laten zien. Hier ben ik een paar jaar geleden geweest. Maar toen was het echt ontzettend koud. Dat was in december, was dat. Dat was geen goede keuze. Mijn handen vroegen de kant vanaf. Ik wil wel eventjes nog het bord laten zien hier ook. Beningen Slikken. Het is van Natuurmonumenten. Je moet daar je auto dus parkeren. Nou, dat heb ik dus gedaan. En hier gaan we dus eventjes een rondje lopen gezellig. Vind ik wel leuk. Nou, je hebt hier een hek wat afgesloten is. En ik zag dat je daar ook verderop. Hier had je dus ook een ingang. Dus ja, laten we maar eens even gaan kijken. Vorige keer was het een hele snelle vlog, omdat ik toen echt mijn handen vroeger er vanaf. Hier is een hekje, die kun je open doen. Hop, hekje weer dicht. En dan gaan we hier eens eventjes kijken, genieten. Het is hier wel ontzettend mooi hoor. Dat zou je echt bijna niet zeggen van een omgeving als... het is de omgeving Rotterdam. Maar je zou bijna niet zeggen dat dit de omgeving Rotterdam is. Moet je kijken wat mooi jongens. Gewoon op het eiland voor de Putten, waar ik woon. Waar ik mijn werk heb. Waar ik leef. Ja, moet je eens kijken. Het is ontzettend mooi. Dus we gaan hier even wandelen. Ik wou hier voor vandaag eigenlijk eindigen met vloggen. Morgen ga ik weer verder vloggen. Er zit alweer een batterij, zit er alweer in de oplader. Dus die is lekker aan het opladen voor morgen. Die heb ik nou niet bij me, die zit lekker in de oplader thuis. En dan heb ik morgen weer een volle camera weer. En dan laat ik deze ook even op. Dan hebben we weer twee batterijen om op te nemen. Morgen heb ik ook nog een heel leuk dingetje op de planning staan. Dat vond ik ook wel, vind ik ook wel heel erg leuk om dat even te filmen. Nou, je kan dus deze kant op rechtdoor. En je kan dus deze kant op en dan loop je langs het water. Ja, wel heel erg mooi. Ik vind het echt wel mooi hier ook. Hier een soort plassen, dit is echt een hele, hoe moet je het zeggen? Het is een soort uitgestrekt gebied. Is het hier? Dus ik zat nog even te denken om naar dit weekend nog even te gaan naar de Veluwe. Maar ja, ik heb er alleen heb ik daar echt geen zin in. Dus de Veluwe, dat krijg je nog een keer te zien. Daar ga ik zeker weten. Binnenkort weer even een keertje heen, maar niet dit weekend in ieder geval, want dit weekend gaat het hem niet worden. Ja, dan moet ik alleen gaan. Maar als ik alleen ga, dan heb ik er eigenlijk niet zoveel zin in. En hier op het eiland, ja, dan stap je in de auto en dan ben je zo weer thuis. Dat is eigenlijk hetgene eigenlijk. Kijk nou joh, ik heb hier ook nog een heel pad joh. Hier ook nog een heel pad naar beneden. Eens even kijken hoe dat loopt. Moet hier ergens een beetje naar boven zijn of zo. Hier is een soort wandelpad aangegeven met een al van die houten hekjes allemaal. Ja, je kan hier naar beneden. Je kan hier naar beneden. Kijk eens jongens. Prachtig. En zeggen ze dat
voor de putten niet mooi is, ja. Nou, voor de putten is echt wat heel erg mooi hoor. Kijk eens wat de omgeving. Oh, prachtig. Mooi hoor. Oh, het is zo'n gestrekt gebied waar je, zo'n ding waar je overheen kan lopen. Zullen we dat eens doen voor de grap? Dat is wel een heel eind lopen het al. Ja, daar heb je allemaal van die... Nou, echt stevig is het ook niet. Wordt kraakt in het piept helemaal. Maar ik kan hier dus overheen lopen. Of weet ik voor wat. Dat ga ik dus niet proberen, want ik ben echt bang dat ik op mijn mel ga. Oh, heb je wel mooie content, dat wel. Nee hoor, we gaan het niet doen. Ik voelde me al helemaal gaan. Ik denk, nee, dat ga ik niet doen. Dat gaan jullie niet zien. Dat gaan jullie niet zien. Kijk eens jongens, wat een omgeving hè. Goh, het is die prachtig jongens. Kijk, daar stond ik dus aan de andere kant van het riet. Nee, ik hou me beide voeten wel even op de grond. Ik heb echt zin om mijn nek te breken. Daar heb ik net tegen mijn voorman gezegd dat ik maandag weer ga beginnen en dan breek ik mijn nek. Dus dat is niet echt. Ja. Dat is niet echt mooi, hè? Dus. We lopen lekker zo. Ja, het lijkt wel een soort heide. Lijkt het wel, joh. Het lijkt wel een soort heide of zo, joh. Kijk eens. Wat een omgeving, jongens. Oh. Nee, om nou te zeggen van, ik vind het leuk om even een vlog op te nemen en even te filmen en dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Kijk, hier moet je altijd wel heel erg mee oppassen. Kijk, daar zit toevallig water. Als je dat toevallig niet ziet, dan leg je je ineens in de sloot. Volgens mij, die paar vlogs geleden van Vogelenzang, volgens mij zat ik toen ook in het water, maar volgens mij net niet goed genoeg, want ik zag... Mijn schoenen waren wel nat, maar het was niet echt dat ik zeiknat of zo. Of dat mijn broek nat was. Voor mij ben ik net toen op tijd. Ben ik net op tijd weer teruggegaan. Kijk, hier ligt die sloot trouwens. Hier kan je hem heel goed zien. Daar ligt hij. Ja. Nou, het is wel mooi hoor, hier ook. Prachtige omgeving, jongens. Heerlijk om te wandelen en even te ontspannen. Ik vond het toch wel even leuk om dit even te filmen. Ik moet toch weer van Hellevoet weer terug naar Spijkenis rijden. Via Zuidland. Dus ik denk nou, dan pakken we de Benning en slikken er ook nog even bij. Gaan we dat ook nog even filmen. Dat vond ik wel heel erg mooi. Dus ja. Hier is die dan, de Benning en slikken. Of Beningen slikken, ik weet niet precies. Ik kon die naam bijna niet uitspreken. Nou, hier heb je ook weer zo'n pad. Ze hebben het gras niet meer bijgehouden. Dus ja, sommige paadjes die houden ineens op. Ik loop er lekker naast. Zolang er geen sloot is in ieder geval, loop ik er lekker naast. En ja. Ik vind het wel heel erg mooi hoor, jongens. Prachtig hier. Een beetje rustgevend muziekje erbij en dan heb je al heel wat. Prachtig. En toch zie ik hier echt niet zo ver van een drukke plaats als Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielen. Dat is niet echt ver vandaan. Maar dit is gewoon echt... Allemaal precies in de natuur. Kijk, daar ligt ook weer zo'n sloot. Ja, zo. Daar ligt ook weer zo'n sloot. Ja.
loop toch weer over dat ding heen. Maar het is ook niet echt allemaal meer recht allemaal. Het is een beetje krom. Dus ja. Kijk, hier kan je dan weer het water over. Maar dat ga ik nou niet doen. Ik heb geen zin om het in het pak te halen. Alhoewel. Dit is drijfzand of zo, joh. Het lijkt wat drijfzand. Dit heb onder water gestaan. Dit heb onder water gestaan, maar ik probeer. Nee. Een soort klei is het. Het heb onder water gestaan hier, hoor, maar dat is dus weg. Zo. Is hier echt prachtig. Wat een omgeving, jongens. Ik zou eigenlijk nog even een paar fotootjes moeten maken. Fantastisch hier ook. Het is eigenlijk. Ik loop eigenlijk die kant op, maar je moet eigenlijk meer die kant op lopen. Dat is eigenlijk veel mooier eigenlijk. Dit uitzicht is mooier. Achter me. Ja, dat is mooier dan voor je. Hier ga je volgens mij weer die helling op. Mooi hoor, hier ook. Een schitterende omgeving. Nou, hier houdt ook het hout op. Het houdt niet op. En dan kan je hier weer even kijken. Ja, je kan zo weer teruglopen. En je kan ook weer zo lopen. Dan kom je ook weer bij de auto uit. Ja, het is best wel een mooie omgeving hier. Al zeg ik het zelf, allemaal bosjes daar zo. Dus ja, prachtig hoor. Natuurliefhebbers, ja, ik zou zeggen, kom een keer naar het eiland voor de putten. Want het eiland voor de putten is best mooi. Nou, dit is niet echt heel erg mooi. Zijn we die prikdingen, zitten zelfs de bloemen zitten er aan. Knoppen. En van die veertjes er aan. Ik loop helemaal rond hier ook. Nou, hier nog wat gele bloempjes. Ja. Ja, dat is mooi. Oh, daar gaat mijn telefoon. Dat is mijn nieuwe telefoon. Die gaat over. Is weer een berichtje in de groepsapp. Groepsapp is ook weer veranderd van naam. Het heet naar Friends for Life. Er zit weer een nieuw persoon op. Carola. Hartstikke gezellig. Leuk dat je meedoet, Carola, met onze mooie groepsapp. Gezellig. Nick zit er tegenwoordig ook. Oh, trouwens, Nick de Buschauffeur zit er tegenwoordig ook bij. Dat is niet extra. Dus nou, hier heb je allemaal weer water. Gaan we zo weer teruglopen. En dan gaan we zo weer naar de auto lopen. Ik ga hem heel even neerleggen, want ik wil toch eventjes wat fantastische foto's maken van deze omgeving. Want het is hier werkelijk echt prachtig. Wat een omgeving, jongens. Nou, dit is eigenlijk zeg maar de zeedijk eigenlijk, hè, richting Zuidland. En als je dan meer rechtdoor rijdt, dan kom je weer bij het pontje van Ekelingen uit en dan ben ik weer bijna thuis. Dus ik ga nog heel eventjes hem even neerleggen en dan ga ik er eventjes een mooie paar foto's maken, want ik vind het wel prachtig hier ook. Zo, daar zijn we weer, jongens. Daar zijn we weer, hè. Daar zijn we weer. Het is voor mij de langste vlog die ik vandaag gemaakt heb. Ja, even drie vlogjes opgenomen. De ene is wat kleiner dan de andere. Die van de brug die was voor mij maar iets van 5-6 minuten. Maar ik vond het wel even leuk om dat ook even te laten zien. Want dat wou ik al de hele tijd, wou ik dat al filmen. Dat wou ik al de hele tijd eigenlijk een keer een filmpje van maken. Vooral mijn YouTube kanaal. Dat is nu bij deze gebeurd. Dus ja, prachtig.
In ieder geval, het zal van het weekend wel lekker stil zijn, want vanavond, aankomend weekend zijn er niet zoveel mensen op, op YouTube. Nee, ik bedoel op PlayStation. Rob is er niet, Ramon is er niet. Dus ik denk dat het, ik weet niet of dat de livestreams komen. Moet ik even kijken. Ja, misschien als Nick en Jason komen is het wel leuk. Misschien even om eventjes weer GTA te spelen. Ik stond gisteren, heb ik de 90 miljoen gehaald in GTA. En vandaag heb ik ook alweer gespeeld. Ik heb nu inmiddels 91 miljoen heb ik verdiend in GTA. Het is echt een record aantal. Ik ga het alleen maar omhoog met mijn geld. En ik breek elke keer eigenlijk maar weer nieuwe records. Want ja, jullie weten het, ik heb al een paar keer gezegd, zoveel geld heb ik nog nooit in GTA gehad. Maar goed, we zijn er bijna weer, jongens. Hier is de auto. Daar is de auto. Dan gaan we weer richting het huis. Want ik ben het eigenlijk wel weer zat. Ik heb toch weer even een paar leuke filmpjes opgenomen. Dat was eigenlijk de bedoeling om te ondernemen. Leuke vlogbeelden te maken. Morgen ga ik ook weer vloggen. En zondag wil ik eigenlijk ook wel weer gaan vloggen. Dus lekker in ieder geval. Ik vond weer een paar leuke vlogs bij. Dus qua content blijven we doorgaan met leuke video's voor jullie te maken. Ik ga hem neerleggen ook aan deze kant. Bedankt jullie allemaal voor het kijken, jongens. Ja, ik bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Like deze video. Druk het notificatiebelletje in. Dan mis je geen enkele video van It's All Tracks. En ik spreek jullie allemaal. Groeten van deze kant. Vanuit een prachtige omgeving. De Benningen slikken. Een prachtige omgeving. En ik ben er een beetje flabbergasted van. Het is echt ontzettend mooi. Ik wist natuurlijk al verleden keer al dat. Ben je natuurlijk al een keer eerder geweest. Maar toen kon ik niet echt alles filmen. Omdat het zo verschrikkelijk koud was. En nu is het prachtig zomerweer. Schoolvakanties gaan beginnen. Vandaag zijn de jongens en meisjes voor het laatst op school. Dus een hele fijne schoolvakantie gewenst voor de jeugd. En in de schoolvakanties ga ik gewoon door met werken, want ik heb pas in september pas weer vakantie. En gaan de vlogs gewoon door. En kunnen jullie 1 of 2 dagen om de dag of om de 2 dagen kijken naar een leuke vlog. Jongens, groetjes vanuit de Benningen slikken. Hoi hoi!